Dat is totaal het punt niet. Dan. Ik geloof overigens ook niet dat de heer Sjoerdsma dat zelf gelooft. Hij is te kwader trouw en hij probeert hier met een taaltrucje... probeert hij een soort suggestie te wekken om mij of mijn standpunten... in iets antidemocratisch te trekken waar ik altijd afstand van zal nemen. Voorzitter, morgen en overmorgen zijn Europese raden, Europese bijeenkomsten. Eentje over de nieuwe politieke unie in wording en andere meer algemene raad, waarin de Europese regeringsleiders praten over wat ze willen met de EU. En als je de agenda leest daarvan, dan lees je precies de dingen die ook op landelijk niveau helaas gebeuren, die helaas de megatrends bepalen die ons land en onze economie om zeep helpen. Daarvan krijgen we nog veel meer als de Europese top doorgaat en als deze agenda op deze manier wordt uitgevoerd. Dus we krijgen nog meer stupide sancties die alleen maar Nederlanders en Europeanen treffen. We krijgen nog meer eurobeleid. Er wordt gesproken over de inflatie. Die is nu 17,1%, maar er is natuurlijk weer geen woord over het feit dat dat komt fundamenteel doordat de euromunt een onhoudbare unie is tussen Noord en Zuid, wat nooit gaat werken. Dat wordt kunstmatig in leven gehouden door geld bijdrukken. Ja, en op een gegeven moment vertaalt zich dat naar inflatie. Dat zien we nu. We krijgen nog meer klimaatbeleid. Er wordt gesproken over dat de hogere gas- en energieprijzen een opening moeten bieden voor meer investeringen in duurzaam. Maar we weten inmiddels dat duurzaam helemaal niet duurzaam is, omdat het niet kan. Je kan niet leven van wind en zonne-energie. Je hebt altijd fossiele brandstoffen nodig. Die zijn er gelukkig ook in enorme hoeveelheden aanwezig. Zoals in Groningen. Dat moeten we gewoon daar vandaan halen en niet vanuit de EU nog meer van dat stupide klimaatbeleid opleggen. En tot slot, ja, het gaat natuurlijk ook voortdurend over die oorlog waar de hele globalistische wereld, de hele NAVO-wereld zich totaal blind op staart. Ik heb al eerder gezegd, het is in mijn ogen het meest hoopvolle, zeg maar, wat ik heb meegemaakt in mijn politieke leven. Er is een front geopend tegen de globalisten. Dat vind ik prachtig. Dat vind ik goed. Ik wil daar graag veel meer over toelichten. Maar aan de obsessieve reacties van het Westen zie je wat er op het spel staat. Er staat niets minder op het spel dan het Amerikaanse imperium. En wat heeft het Amerikaanse imperium ons nou eigenlijk gebracht? Wat heeft de NAVO ons gebracht? Wat brengt het ons dat de mensen die nu aan de macht zijn in de westerse wereld aan de macht zijn? Wat brengt dat ons? Het brengt ons onbetaalbaar klimaatbeleid. Het brengt ons inflatie. Het brengt ons massale immigratie. Het brengt ons esthetische vernietiging van ons landschap, van de kunsten. Het brengt ons een hele trits aan LHBTQ transgender propaganda. Het brengt ons alsmaar meer zinloze regime change oorlogen om dat Amerikaanse systeem in stand te houden. Het brengt ons de SDG's, de Great Reset, de coronaregels. Over de hele linie zien we dat de westerse wereld stuk gemaakt wordt. Het oude Europa wordt systematisch stuk gemaakt door het Amerikaanse imperium. En dat imperium wordt nu voor het eerst fundamenteel gechallenged door misschien wel de laatste natiestaat op aarde, Rusland. Bent u aan het einde van uw betoog? Nou, in ieder geval ben ik op het punt dat de heer Omtzigt mijn vraag wil stellen. Is het goed als de heer Baudet eerst rond u eerst af en dan geef ik de heer Omtzigt het woord. Oké. Ik wil nog één ding zeggen en dat gaat over het opblazen van Nord Stream 2 en de sabotage en eventueel ook de explosies bij Nord Stream 1. Het dus platleggen van deze pijplijnen. Het is inmiddels bekend geworden dat de NAVO en ook de Amerikanen überhaupt betrokken willen zijn en zullen zijn bij het onderzoek daarnaar. Ook al ben ik überhaupt tegen die Europese Raad en ook al geloof ik niet dat daar ook maar iets goeds vandaan komt, ik ga in de tweede termijn een motie indienen dat ik wil dat de Nederlandse regering daar pleit dat de Amerikanen niet betrokken zullen zijn bij het onderzoek naar wie het gedaan heeft, omdat in mijn overtuiging hoogstwaarschijnlijk de Amerikanen het hebben gedaan. En ja, dat is natuurlijk, je kunt niet als meest belangrijke verdachte ook betrokken zijn bij het onderzoek ernaar. Dus dat is het laatste punt wat ik wilde maken. Het is mijn overtuiging dat het kan eigenlijk alleen van de Britten of de Amerikanen komen. En daarom moeten zij niet betrokken zijn bij het onderzoek naar wie het gedaan heeft. Dank u wel. Meneer Omtzigt, een interruptie.
Ja, voorzitter. De heer Baudet zei net dat hij blij is dat er een front is geopend. Over welk front heeft hij het? Over een fysieke oorlogsfront, dat hij daar blij mee is dat dat geopend is door Rusland? Ja. Bent u blij met de massieve vernietiging die daar plaatsvindt en de inval in een soevereine natiestaat, die u eerder in een boek vrij vurig verdedigd heeft, als een idee dat een natie haar eigen toekomst mag bepalen? Dat zou gelden, denk ik, voor de Russische natie, voor de Nederlandse natie, maar zeker ook voor de Oekraïnse natie. En hoe verhoudt zich de blijdschap tot een natiestaat die niet binnengevallen wil worden? De heer Baudet. Ja, kijk, blijdschap. Oorlog is altijd verschrikkelijk natuurlijk. Hè? Dus dit is een geopolitieke discussie. En op menselijk niveau is het voor alle betrokkenen vreselijk. Altijd oorlog. Dus ik ben niet blij dat er oorlogen bestaan. Alleen in de geopolitiek is het wel zo, wie gaat er winnen? Wat staat er op het spel, geopolitiek? En wat er volgens mij op het spel staat, zoals ik de oorlog zie, dat is het World Economic Forum Davos systeem van de Sustainable Development Goals, van de Europese Unie, van het Amerikaanse imperium. Enerzijds de globalisten, kortom, datgene wat onze wereld kapot heeft gemaakt al decennia lang, enerzijds. En aan de andere kant een land dat gezien heeft dat Oekraïne een van de strongholds was van de Amerikaanse deep state, een van de centra was van waaruit die Sustainable Development Goals en de Great Reset gerealiseerd wordt, en daar een aanval op heeft ondernomen. En ik geloof niet dat deze oorlog door een van beide partijen gewonnen gaat worden op korte termijn. Ik denk dat deze oorlog 100 jaar gaat duren. Dank u wel. Maar, ja. Nou, maar ja. Om het gewoon de vraag te beantwoorden. Ja. Maar we zien nu dat het beest zich roert. We zien dat het beest uit zijn tent wordt gelokt. We zien het ware gezicht van de macht in de wereld. Daarom is iedereen zo fanatiek hier bezig met die oorlog. Daarom zijn ze bereid om de hele Europese economie volkomen kapot te laten gaan. Helemaal op te offeren aan dit idee. Ja. We moeten Oekraïne beschermen. Want Oekraïne, dat is de meest vooruitgeschoven post van het Amerikaanse imperium. Dank u wel. De heer Omtzigt, tot slot. En dan ja, voorzitter. Ik weet niet precies waar ik moet beginnen, maar laat ik het even beginnen. Ten eerste krijg ik geen antwoord op de vraag waarom Rusland, een ander soeverein land, zou mogen aanvallen dat niet aangevallen wil worden. Ik bedoel, wat je verder ook van vindt, als je voor een soevereine natiestaat bent, dan heeft ook Oekraïne gewoon het recht om niet binnengevallen te worden. Twee, het is vrij lachwekkend om te bedenken dat Oekraïne hier de leider is voor de Sustainable Development Goals in de VN. Ik kan me niet al te veel side events herinneren waarbij Oekraïne hier de trekker was om deze te gaan doen. En als je die wilt bestrijden, dat je dan Oekraïne moet aanvallen. Ik bedoel, de redenen die hier opgevoerd worden om te rechtvaardigen een oorlog waar nu al tienduizenden mensen in gesneuveld zijn, waar hele steden vernietigd zijn, met dat moet omdat Oekraïne de Sustainable Development Goals zou verdedigen, begint een klein beetje ongeloofwaardig te worden, voorzitter. Dank u wel. De heer Baudet. Ja, dus twee vragen. Dus, eerste vraag over het recht om aan te vallen. Ik herinner me dat de heer Omtzigt en ik ongeveer een half jaar geleden hier ook een soort interruptiedebat over hebben gedaan. Kijk, het internationaal recht, voor zover dat bestaat, biedt allerlei mogelijkheden om een aanval van een land te legitimeren. En dat is een technische discussie waar, ja, je kunt er van alles over zeggen. Was het een artikel 51 aanval van Rusland? Was het zelfverdediging? Rusland betoogt dat dat zo is. Een groot deel van de wereld is het daarmee eens. Blijken ze het uitblijven van allerlei resoluties enzovoort. Je ziet gewoon, het grootste deel van de landen in de wereld doen niet mee met de sancties tegen Rusland. Dus die zijn het er overwegend mee eens dat Oekraïne gebruikt werd als een aanvalsbasis tegen Rusland. En dat Rusland dus een, al dan niet, als je dus internationaal recht erkent, een recht had om aan te vallen. Maar het internationaal recht zelf is natuurlijk iets dat buitengewoon selectief wordt toegepast, juist ook door de landen die het continu prediken. Amerika is ook alle landen binnengevallen zonder dat daar een zelfverdedigingsreden voor was. Dus mocht je van mening zijn dat Rusland geen
legitieme zelfverdediging heeft ondernomen. Ik betwijfel dat, want ik vind de argumenten van aan de Russische kant vind ik sterk. Maar als je dat betwijfelt, ja, dat kun je zeggen, nou goed, ja, dat, inderdaad, ja, dan doen landen dat. Tot slot, de heer Omtzigt. Maar, ja, we moeten. Ja, wilt u iets dus korter antwoorden? Dat is het punt van het internationaal recht. Ja. Dan heb je natuurlijk ook nog het punt van de internationale betrekkingen. Dus misschien, hè, juridisch kun je van alles over vinden, maar op het gebied van internationale betrekkingen is er zoiets als realpolitiek. En op het moment dat je doorgaat vanuit de NAVO, vanuit het Amerikaanse imperium, vanuit de EU, om Oekraïne aan de ene kant in te lijven in je systeem, en aan de andere kant te gebruiken als een uitvalsbasis om regime change te gaan bewerkstelligen in Rusland. Want dat is het plan, dat is waar het om gaat. Rusland staat voor een andere wereldorde dan de wereldorde van de globalisten. Poetin staat voor een andere wereldorde. Kunt u iets korter, even wat korter, meneer Baudet? Ja, maar, het is wel een heel lang maar verhaal. Oké, maar ik wil het dan wel graag uitleggen. Ja, maar dat kan ook wat korter maar en bondiger. Maar daarom zijn ze zo gebrand op Rusland. Omdat Poetin staat voor een ander ideaal. En dat is wat hier speelt. Is Oekraïne dan vervolgens, dat was het tweede deel van uw vraag, het centrum van de SDG's? Dan verdraait u mijn woorden, dat is niet wat ik zeg. Oekraïne is een van de strongholds van het Amerikaanse deep state imperium. Oekraïne wordt effectief geregeerd door de CIA vanaf 2014. En men is daar, het is een money laundering systeem waar via allerlei corrupte offshoring bedrijven Amerikaanse elites heel veel geld mee verdienen. Het is een land wat gebruikt wordt om het Amerikaanse imperium verder te pushen. Dank u wel. Voorzitter. Er zijn nog een aantal interrupties, maar ik wil wel aan u vragen, meneer Baudet, om echt korter en bondiger, want dat zijn hele uitgebreide inleidingen. Ja, maar tot het is ook een onderwerp dat... Zeker, maar voorzitter. Ik geef nu het woord tot slot aan de heer Omtzigt, dan de heer Schuetsma en mevrouw Pirier. Voorzitter, kijk. Ja. Ten eerste heeft de heer Baudet een boek geschreven dat gaat over de soevereiniteit van de natiestaat. En tot nu toe heeft hij geen enkel antwoord in 3 keer gegeven waarom Oekraïne niet gewoon soeverein zou kunnen zijn op zijn eigen punt. 2, hij zei wel degelijk dat het aan de SDG's lag en dat Oekraïne degene was die het aan het drijven was. Nou, dat wordt nu even ingetrokken. 3, wordt even de belachelijke claim op tafel gelegd dat er vanuit Oekraïne gewerkt werd aan regime change in Rusland. En 4, ik weet niet waar je gedacht hebt dat Oekraïne bedreigend was. Oekraïne is ongeveer het enige land dat ooit zijn kernwapens netjes ingeleverd heeft. En toen ook nog gegarandeerd door Rusland, Amerika en Frankrijk en Engeland. En het idee dat een Oekraïne zonder kernwapens en met een veel kleinere bevolking een bedreiging zou zijn, een existentiële bedreiging voor Rusland. Ik weet niet, maar daar... Dat geloofde zelfs Poetin zelf niet, want hij dacht dat hij binnen 2 dagen Oekraïne kon innemen. Dus ik weet werkelijk niet waar ik nou naar aan het luisteren ben. Ja? De heer Omtzigt heeft steeds over mijn boek De aanval op de natiestaat. Ik begrijp de opmerking alleen totaal niet. Volgens mij weet ik best wel goed wat in mijn eigen boeken staat. En ik heb gepleit voor de natiestaat als een bestuursmodel wat uniek in staat is om de democratische rechtsstaat te schragen. En om die reden ben ik zeer sceptisch over massale immigratie, supranationalisme, globalisme en andere vormen van bestuur wat niet op nationale staatniveau gebeurt. Betekent dat er nooit oorlogen zullen zijn? Dat natiestaten niet met elkaar in oorlog kunnen? Natuurlijk betekent dat het niet. Betreur ik oorlogen? Ja, heb ik al heel vaak gezegd. Tegelijkertijd, er is wel zoiets als geopolitiek. En deze oorlog gaat echt ergens over. Daarom dat ook Rutte zegt, het is onze oorlog. Daarom dat het hele westerse systeem helemaal in de kramp is, omdat zij weten dat dit echt ergens over gaat. Dit gaat niet over, er is een leger in een ander land binnengevallen. Waar waren de traantjes toen Saudi-Arabië Jemen binnenviel? Ja. Meneer Baudet, u bent echt veel te uitgebreid. Ja, maar ik leg wel uit maar ik bewaak hier de orde en het is te uitgebreid. En er zijn nog een paar mensen die een vraag willen stellen. Maar die hypocrisie is stuitend, mevrouw de voorzitter. Ja. Maar er zijn nog een aantal vragen. Misschien krijgt u een kans om nog wat meer te stellen. Mevrouw Piri, PvdA. Nou, voorzitter, ik heb geen vraag aan de heer Baudet. Ik heb eigenlijk een punt van orde. Ik denk dat de heer Omtzigt heel goed punt maakte, eigenlijk ontkracht wat de heer Baudet hier zegt. De heer Baudet heb ik geen enkele vraag horen stellen aan de regering. Volgens mij zijn we hier om met elkaar te debatteren. En mijn probleem is eigenlijk, kijk, alles wat de heer Baudet zegt komt in de handelingen. Dit is wel de Tweede Kamer.
En dan zou ik ook van u willen vragen om niet als enige opmerking te maken of een interruptie korter kan, of het beknopter kan, maar misschien ook markeren dat het eigenlijk wel waanzinnig is wat een collega hiervoor opmerkingen maakt. Maar even voor mij, mevrouw Pieri, dat moet ook onderdeel zijn van het debat. En volgens mij is de heer Omtzigt heeft een aantal vragen gesteld. Dat is ook een debat. Dus u kunt niet van mij verwachten dat ik op de inhoud ga debatteren met de heer Baudet. Dat is echt de rol ook van de Kamerleden. Kijk even naar de heer Sjoerdsma. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Good call. De heer Sjoerdsma, D66. Nou, voorzitter, laat ik in ieder geval beginnen met de heer Baudet te feliciteren met zijn pasgeboren zoon. Waarvan ik heb begrepen dat de naam Lancelot is. Lancelot. En ik hoop dat hij van de eigenschappen zal mogen genieten die de oorspronkelijke Lancelot had. Dan, voorzitter, ik zal niet een poging wagen, net als collega Omtzigt. Ik vond het een manmoedige poging om de verschrikkelijke onzin die net werd verspreid hier tegen te spreken. Ik denk dat als een Oekraïne hiernaar moet kijken, ik wil me niet voorstellen wat er in zijn of haar hoofd omgaat. Ik heb wel een vraag. De heer Baudet zegt, het is goed dat dat front geopend is tegen de globalisten. Ik ben daar blij mee. Hè, dat geweld tegen de globalisten. En ik zou me eigenlijk willen vragen, meneer Baudet, staat u nog steeds achter uw stelling dat ook het kabinet vol zit met globalisten? De heer Baudet. Ja, tuurlijk. Ja. Globalisme is de ideologie van de westerse elites op dit moment. En dat komt tot uitdrukking in de Sustainable Development Goals. Voorzitter. In de agenda van de World Economic Forum. In de massale immigratieagenda en de Europese eenmaking, in de klimaatakkoorden enzovoort enzovoort. Zeker. Ja, dank u wel. Voorzitter, toch heel eventjes. Hè, want het geweld wat in Oekraïne plaatsvindt, hè, wat de heer Baudet karakteriseert als geweld tegen globalisten. Het willekeurig bombarderen van burgers, het aanvallen van civiele doelen, het uit iemands kaak kraken van de vullingen. Dat zijn historische echo's van wat daar is gebeurd. Dat vindt de heer Baudet, dat verheugt hem. Nee, dat is niet omdat waar. Omdat het tegen globalisten zou zijn, mevrouw de voorzitter. En mijn vraag is, toen vroeg ik hem, zitten er ook globalisten in dit kabinet? En nu vraag ik hem, want hij zei daarop ja. Als het geweld tegen globalisten, mevrouw de voorzitter, in Oekraïne volgens de heer Baudet gerechtvaardigd is, is dat dan ook niet ook in Nederland gerechtvaardigd volgens vorm? En wat zegt hij eigenlijk hier in deze Tweede Kamer? Ja. De heer Sjoerdsma. Kijk. Het is misschien wel goed dat deze vraag komt, omdat ik het dan kan weerleggen. Er is, aan de ene kant is er het drama van een oorlog. Heb ik ook meermaals gezegd. Oorlog is altijd verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk dat er oorlogen bestaan in de wereld. Ik vind het verschrikkelijk dat er inderdaad slachtoffers vallen aan alle kanten. Russen, Oekraïners, mensen die daar op alle mogelijke manieren in terecht zijn gekomen uit andere regio's en ook op andere plekken in de wereld. Daar is geen enkel twijfel over mogelijk. Ik vind ook helemaal niet dat er geweld gebruikt mag worden of kan worden in een civiele context. Ik ben een groot tegenstander van alle vormen van antidemocratisch verzet. Ik weet niet hoe vaak ik dat al heb gezegd en zal blijven herhalen. Waar ik een opmerking over maak, dat is geopolitiek. Dat is waar staan landen en machtsblokken voor? En daar gaat deze discussie over. Het gaat helemaal niet over mensen. De heer Sjoerdsma maakt een categoriefout. Hij vermengt twee dingen met elkaar. Als je een oorlog voert, bijvoorbeeld, als je een oorlog voert tegen het islamisme, bijvoorbeeld. Het islamisme. Er zijn allerlei geopolitieke afwegingen in geweest. Betekent dat dan dat iemand die dat zou steunen vindt dat je islamisten op straat geweld mag aandoen? Helemaal niet, natuurlijk niet. Dat is totaal het punt niet. Ik geloof overigens ook niet dat de heer Sjoerdsma dat zelf gelooft. Hij is te kwader trouw en hij probeert hier met een taaltrucje, probeert hij een soort suggestie te wekken om mij of mijn standpunten in iets antidemocratisch te trekken, waar Dank, ik altijd Baudet. Afstand van zal nemen. Ja. Tot slot, het lijkt me goed als we weer even bij het onderwerp blijven waar we het vandaag over hebben. Dus tot slot de heer Sjoerdsma en dan kijk ik ook nog even naar de heer Van Wijngaarden en dan gaan we even pauzeren. Zeer eens, mevrouw de voorzitter, dat het goed zou zijn als de spreker terug zou gaan naar het onderwerp waar we over zouden moeten hebben. De enige die hier vandaag zich bedient van taaltrucjes, dat is denk ik de heer Baudet. En het tweede wat we hebben gezien vandaag, mevrouw de voorzitter, is dat het masker van de heer Baudet, en het was al afgevallen, nog dieper is afgevallen. Ja.
Even de heer. Ja. Ik mag wel reageren op een introductie. Ja, zeker. Ja. Maar wel kort, alsjeblieft. Ja. Dit is volgens mij het onderwerp waar het over gaat. Namelijk, er is een Europese top waar politiek gesproken wordt over het grote, het voortbestaan van het Europese project. En het Europese project is een postmodern project. Het is een project van geen nazistaten meer, geen traditionele families meer, het uitwissen van onze christelijke erfgoed, gaan naar een soort duurzaamheidssocialisme waarin de hele economie door maakbaarheidsdenken wordt gedomineerd. En daartegenover staat een andere bestuursvorm, de traditionele Europese bestuursvorm. En Rusland is daar de voornaamste representant van. Als ik heb gesproken over een conflict daartussen, dan is dat een conflict tussen landen. En ik zou nooit, op welke manier dan ook, meneer Sjoerdsma, let u op welke manier dan ook ondersteunen dat er antidemocratische middelen gebruikt worden in Nederland of waar dan ook. Tot slot de heer Van Wijngaarden. Ja, voorzitter, want de heer Baudet heeft eigenlijk vrij duidelijk aangegeven dat het vooral een geopolitiek betoog is dat hij hier houdt, dat hij het vooral geopolitiek beziet. Maar zoals de heer Sjoerdsma ook heel duidelijk aangaf, ja, het is niet alleen geopolitiek, het is ook gewoon geweld tegen mannen, vrouwen, helaas ook kinderen. En daar kan toch de heer Baudet niet omheen draaien. En volgens mij wil hij dat ook niet. Dus zou ik hem eigenlijk willen uitnodigen om het ook gewoon klip en klaar niet alleen te zeggen van ik steun dat niet, maar om ook Rusland daar nu hierin ook te veroordelen. Heer Baudet. Nee, maar de Oekraïners doden ook mensen. Of de Oekraïners bestaan eigenlijk niet, maar de NAVO-gezinde Oekraïners, die doden ook mensen. Er worden ook verschrikkelijke oorlogsmisdaden gepleegd tegen Russen. Al 7 jaar lang worden er verschrikkelijke misdaden gepleegd tegen de Russische inwoners van Oekraïne. Clustermunitie, heel Oost-Oekraïne wordt gebombardeerd. De Krim heeft een drinkwaterblokkade gehad, 7 jaar lang, mind you. Geen drinkwater voor de mensen op de Krim. Het is vreselijk dat er oorlog is. Rutte heeft gezegd, dit is onze oorlog. Daarmee heeft hij gezegd, namens de regering, namens het kabinet, wij steunen, en dat doet de hele globalistische westerse wereld, wij steunen het regime in Kiev, wat een CIA-regime is. Daartegenover staat een andere visie, een andere wereldvisie. En dat is de wereldvisie van Rusland, van een multipolaire wereld. Dat heeft u nu uitgelegd, meneer Baudet. En die visie heeft veel meer mijn sympathie. Dank. Tot slot, heer Van Wijngaarden. Voorzitter, dank voor het antwoord. En ik denk dat dat ook een heleboel verheldert. De heer Baudet die weigert dus Rusland daarin te veroordelen. Ik zou eraan willen herinneren dat het Rusland is dat Oekraïne heeft ingevallen en niet andersom. Ja, nee, maar dat klopt. Hè. Dus ik denk dat het een gelegitimeerde oorlog is van Rusland tegen de globalisten. Het is natuurlijk een proxyoorlog tegen het Amerikaanse imperium op het grondgebied van Oekraïne. Nogmaals, al het leed, al het bloedvergieten vind ik verschrikkelijk. Als ik heb gezegd dat dit een oorlog is tegen ook westerse leiders, dan bedoel ik daar op geen enkele manier mee dat ik vind dat mensen westerse leiders iets aan mogen doen. Absoluut niet, nooit. Maar het is wel een geopolitiek conflict waar een winnaar uit gaat komen. Dank u wel. En ik hoop dat dat niet het NAVO-imperium is, maar ik hoop dat we naar een multipolaire wereldorde gaan, omdat dat veel meer vrijheid oplevert. Dank u wel, meneer Baudet.